Marciano Stuger is de nieuwe kapitein van het inheemse dorp Redidotti in het district Para. Hij neemt het roer over van de overleden Leslie Artist. Stuger geeft aan dat het geen nieuw bestuur is, maar het bestaand bestuur dat de afgelopen 2 jaren hard heeft gewerkt. Ook toe de andere boom, dat was mannen maar ook iets als dat. Maar de andere boom ook toe, om ons wat weer, wees aan ook een Indisch maar om ons wat weer te ons maar ik wil maar doorboe. En dan kon ik mijn heer Adi, voor jouw boom, voor jouw verandering komen. En dan wil ik het idee, 2 jaar verder, dan ik denk dat ik kan dat rust. Naar de orde die bakken in de Redidotti. En dat is niet dan zijn kapitein en zijn basjas. Afvendering zit hij voor een afdeling die ziet. Bij een begeleiding komt voor Gralanti, voor je om Tjararus komt. Wij komen maandag terug op de inwijding van de nieuwe kapitein van Redidotti. De overleden mediaman en presentator Roy Ristie is vandaag naar zijn laatste rustplaats gebracht. De rouwdienst is gehouden in Matagouri, waarna zijn stoffelijk overschot ten grave is gedragen te Mariusrust. Afgelopen dinsdag kwam zijn lijk aan in Suriname. Het werd een warm ontvangst met culturele plechtigheden bij het mortuarium van het 's Lands Hospitaal. Ristie was niet alleen een bekende mediaman, maar hij was ook politicus in Nederland. Hij begon in zijn tienertijd als presentator in Suriname. In Nederland werkte Ristie voor verschillende omroepen en vertegenwoordigde hij de Surinaamse gemeenschap in de Belme. Hij was 8 jaar raadslid in Amsterdam Zuidoost voor D66. Verder was hij de motor achter het platform Brasa. Roy Ristie werd 68 jaar.